We hebben onze summerschooltafel diep in de Ardennen gezet om een hele nacht naar de sterren te kijken. Hopelijk zien we ook een paar vallende sterren. Oh ja, dat was er één. Oh ja, my god. Maar kan je eigenlijk voorspellen waar en wanneer er vallende sterren te zien zijn? Welkom, professor Sven de Rijcke. Jij bent sterrenkundige aan de Universiteit van Gent. Laten we beginnen bij het begin. Wat zijn vallende sterren? Het zijn geen sterren. Om daarmee te beginnen. Dat is een beetje verwarrend, hè? Mm-hmm. Je kijkt s'avonds toevallig eens naar de donkere hemel. Je ziet sterren en opeens zie je aan de rand van je gezichtsveld een lichtje naar beneden schieten. En je hebt natuurlijk het begin niet gezien, dat heb je gemist. Dus dan is het logisch dat veel mensen denken van, ah, dat is een ster die valt. Er zal er eentje gezeten hebben en nu is hij naar beneden gekomen. Dus het is helemaal niet slecht gevonden, vind ik. Het is een heel mooie naam. De meeste talen hebben ook gewoon die term overgenomen, shooting star of... Maar het zijn geen sterren. Inderdaad, niks met sterren te maken. Het zijn eigenlijk gewoon stofjes die onze atmosfeer binnendringen. Zandkorreltjes. Dingen, ja. Tot hoogstens steentjes van centimeter. Dus zo'n zandkorrel kunnen wij zien vliegen. Ja, omdat die de atmosfeer echt komt binnenduiken met een snelheid van soms tienduizenden kilometer per uur. Dus aan die ontzagwekkende snelheden is de wrijving ook enorm groot en begint dat enorm te gloeien. Kan een vallende ster eigenlijk gevaarlijk zijn? Als het steentje groot genoeg is, mm-hmm. dan kan het gebeuren dat het niet compleet verdampt en op de grond terechtkomt. Op mijn hoofd? Dat kan. Dat is de kans? Ik weet van één persoon die ooit geraakt is door een meteoriet. En dat is dan de naam voor het steentje als het op de grond komt. De kans is niet nul, maar de kans dat je morgen Euromillions wint is waarschijnlijk massa's groter dan dat je geraakt wordt door een meteoriet. Okay. Waarom zitten we hier specifiek vandaag en waarom zien we vandaag zoveel vallende sterren? Dat wil ik te danken aan twee sterrenkundigen. De ene was een Belg die in 1836 opmerkte dat er midden augustus eigenlijk meer vallende sterren te zien waren dan de rest van het jaar. Hmm. Er zijn elke nacht wel een paar vallende sterren te zien. Elke nacht van het jaar? Ja. Kijk naar boven gedurende een uurtje en je gaat wel vallende sterren zien. Maar Adolphe Quetelet, de stichter van de Koninklijke Sterrenwacht in Brussel, die merkte dus in 1836 op dat er midden augustus meer vallende sterren te zien waren dan in andere periodes van het jaar. Eigenlijk, wij wisten niet waarom. En het heeft dan nog 30 jaar geduurd voor Giovanni Schiaparelli inzag dat de komeet Swift-Tuttle gelieerd was aan de Perseïden, dus de meteorenzwerm die we in het midden van de maand augustus zagen. Maar er zijn nog zo'n zwermen, behalve de Perseïden. Er zijn nog zulke zwermen en die krijgen allemaal een naam van een sterrenbeeld. Namelijk het sterrenbeeld waaruit die vallende sterren lijken te komen. Ik heb ook nog een vraag, maar ik ben het bang om te stellen dat het wat dom klinkt misschien. Maar ik heb gelezen dat sommige mensen vallende sterren ook kunnen horen. Maar dat lijkt mij... Op het eerste zicht is dat onmogelijk. Omdat zo'n een vallende ster is een stofje dat onze atmosfeer binnendringt. Dus dat begint op te lichten op ongeveer 100 kilometer hoogte. De snelheid van het geluid is 20 kilometer per minuut. Dus dat betekent eigenlijk dat je pas 5 minuten nadat je iets ziet, het ook zou kunnen horen. Dus tegelijkertijd een vallende ster zien en ze horen... Is onmogelijk. Is eigenlijk onmogelijk. Dus dat klopt niet? Raar genoeg wel. Ik heb het ook al 2 keer gehoord. Echt? Dat is een soort van sissend geluid. Wacht, maar het kan niet en toch? En toch. Er zijn een aantal theorieën rond. En de meest voor de hand liggende is dat het elektrofoongeluid is. Elektrofoon. Ja, ik vind dat ook een prachtig woord. En het zegt eigenlijk heel hard wat het is. Namelijk elektromagnetische straling, radiogolven. Ja. Radiogolven bewegen aan de lichtsnelheid, dus die zijn nagenoeg instantaan hier. En die radiogolven gaan hier eigenlijk in de buurt van de waarnemer dingen aan het trillen zetten. En het is eigenlijk dat je hoort. Wat zetten ze dan aan het trillen? Gewoon een gasprietje of zo? In? Dat kan, of iets, een metalen object in jouw buurt, of zelfs uw haar. En dan hoor je dus een soort van sissend, fritselend geluid. Oké, die vallende sterren, daar weten we nu ongeveer wat dat is. Je weet min of meer in welke richting je moet kijken en wanneer, maar het is niet dat je specifiek kan zeggen op dat plekje daar gaat een vallende ster verschijnen, dat weet je. Nee. Maar we gaan nog dingen zien, we gaan echte sterren zien en vliegtuigen waarschijnlijk.
Elon Musk zijn. Elon Musk zijn treintje, Starlink. Ja. De maan, die zien we nu al. Die is, ja, die half zit nu, gewassen vandaag. Die zit nu in eerste kwartier, dus die zal ergens voor middernacht nog ondergaan. Dus en dat is storen. Goed voor ons als we sterren willen zien, want inderdaad. Dat is een storende factor, die maan. Hè? Ik haat de maan. De maan weerkaatst veel te veel zonlicht en die maakt dus de hemel tijdens de nacht minder donker. Als je dus, zoals ik, geïnteresseerd bent in heel lichtzwakke objecten, is dat niet leuk. Is dat ooit al eens geteld hoeveel sterren dat je met het blote oog kan zien? Ja, en dat zijn er op een donkere nacht een paar duizend. Dus 5.000-6.000 sterren kun je hopen met het blote oog te zien. Naar mensenmaten staan al die sterren eigenlijk echt belachelijk gewoon ver af. Maar eigenlijk kosmisch gezien zijn die heel dichtbij. Alle sterren die je ziet aan de hemel behoren tot ons eigen melkweg, tot ons eigen sterrenstelsel. Er zijn ook nog andere sterrenstelsels en hun sterren gaan we met het blote oog niet apart kunnen gaan zien. Dus die zien we ook gewoon als kleine wolkjes van licht. In een sterrenstelsel zitten 100, hoeveel? 100 miljoen? 100 miljard. 100 miljard sterren in een sterrenstelsel? Ja. Maar we zien er maar 4.000 hier. Ja. Dus we kunnen ons eigen sterrenstelsel amper zien eigenlijk. Met het blote oog natuurlijk. Als je er met een telescoop naar gaat gaan kijken, of zelfs met een verrekijker, dan zie je er al heel veel meer. Meer. Dus als ik hier straks licht te kijken en ik ben onder de indruk van de sterrenhemel eigenlijk... Ik heb nog niets gezien. Nee, een handvol sterren die uw kleine ogen kunnen waarnemen in ons klein hoekje van ons sterrenstelsel. Al die sterren straks aan de sterrenhemel, ken jij die allemaal bij naam? Sommige, een paar. Het lijkt me ook gigantisch moeilijk, want die verandert constant. De sterrenbeelden blijven natuurlijk wat ze zijn, maar inderdaad, gedurende de loop van het jaar is onze nachthemel natuurlijk net het stuk van de hemel dat wegzit van... De sterrenhemel blijft altijd hetzelfde. Enkel staat de zon soms in die richting en dan moeten we dus de andere kant uitkijken, 's nachts, en dan is dat het deel van die sterrenachtergrond die we zien. Dus in de loop van één jaar tijd zie je sterrenbeelden steeds hoger en hoger boven de horizon komen en dan weer lager en lager. Gelijk de zon eigenlijk. Ja. Tijdens de seizoenen ook niet altijd even hoog staat. Ja, toevallig staat er een ster heel dichtbij de richting waarin de aardas wijst. Dichtbij die hemelpool, en dus hebben die maar de poolster genoemd. Dat betekent dat die poolster dus eigenlijk nagenoeg stilstaat. Omdat de aarde draait, lijken ook alle sterren rondom die hemelpool te draaien, terwijl dat die ene ster, de poolster, stilstaat. Daar is het noorden. Ja, ja, ja. Daar wijst de noordelijke hemelpool naartoe. Als ik rondloop en ik zie de poolster vlak boven mijn hoofd staan op 90 graden, dan sta ik op de Noordpool. Dan sta je op de Noordpool. Ja. Als je ze aan de horizon ziet staan, dan sta je op de Evenaar. Aan de Evenaar. En als ik hem niet meer zie? Dan staat op het zuidelijk halfrond. Ja. Oké. Ja. Je moet het eigenlijk een beetje boven jou gaan houden, zo. Ja, ja. En dan zie je wel geen sterren meer. Allee, ja. Met... Wou je nog vragen bij sterrenbeeld? Ja. Waarom zijn die er? Op 6 november, wanneer ik geboren ben, dan zien we de schorpioen aan de hemel. Waarom heeft die schorpioen daar gezet? Ja, wie heeft dat verzonnen? Wie heeft de schorpioen daar gezet? Oh, dat is een hele mooie vraag trouwens. De sterrenbeelden is eigenlijk gewoon de PowerPoint van 5000 jaar geleden. Mensen vertelden elkaar verhalen en hadden daar beelden bij nodig. Maar onze voorouders hadden toch wel veel fantasie, want bijvoorbeeld die grote, de kleine beer, lijkt dan zogezegd een beer, maar dat is eigenlijk meer een pan. Behalve natuurlijk dat er 5000 jaar geleden geen pannen waren. Want die grote beer komt eigenlijk in nagenoeg elke cultuur ter wereld die er ooit is geweest en waarvan we de verhalen kennen, komt die voor. Die zegt hetzelfde, het lijkt op een pan, want er zit zo'n steel aan. Wel, die steel, die sterren die de steel van de grote beer maken, in sommige culturen is dat dus de staart van de beer of andere culturen de kop van de beer. Of dat zijn jagers die achter de beer aanzitten. Maar dat ding is altijd wel een beest. En hij komt voor in jachtverhalen. Gaan we hier vanavond buiten de sterren ook nog iets anders zien? Heel kort na zonsondergang kon je Venus zien, maar die zit eigenlijk ook redelijk dicht bij de zon en alle andere planeten. Komen pas veel later op de nacht boven de horizon piepen. Als we ons wekker zitten om 3-4 uur. Dan ga je Jupiter en Saturnus kunnen zien. Met het blote oog? Ja. Nochtans, die geven toch geen licht? Nee, maar ze reflecteert het licht van de zon. Dat is net zoals de maan. Die geeft ook geen licht. Maar die is wel heel helder. Maar die heel wit ziet. De maan ziet eigenlijk heel zwart. Oh. Dus die reflecteert eigenlijk maar een heel klein deeltje van het zonlicht dat er opvalt. Het is toch een vraag die ik ook ga stellen. Ja. Wat is een maan eigenlijk? Een maan is een kleiner object dat draait rond een planeet. Een planeet. En wij hebben één maan, maar er zijn veel planeten met meerdere manen. Ja, dus Jupiter en Saturnus die hebben echt elk tientallen manen. Jij zou nog uren kunnen verder vallen met. Ja.
Maar zoals je wel gezien hebt, we zien altijd dezelfde kant van de maan. Ah ja, want die is tidally locked. Inderdaad. Hoe komt dat? Nee, we gaan nu uitrollen. We gaan stoppen. Dankjewel, Sven, om dat allemaal te komen vertellen aan ons. En ook jullie bedankt om te kijken naar deze aflevering van onze Summer School. Vond je hem kei interessant? Zeker liken, subscriben en doorsturen naar al je vrienden. Tot de volgende. Bye-bye. De reden dat wij hier zitten is eigenlijk om vallende sterren te zien, maar ik heb er nog geen enkel gezien. Heeft er iemand al een vallende ster gezien? Ja, nu heb ik net een vallende ster gezien. Wacht. Ja. Nee. Ja, ik ook. Waar? Bye-bye. Dat was te kort. Oh, wow. Sorry. Dat was echt een lange grote. Oh, die zie je hier echt vaak. No joke. Oké, okay, kan ook heel die opnieuw doen?